Welkom bij dit coronavlogje. Of nou, ik heb nu geen corona meer, maar ik had deze vlog iets anders voorgesteld. Dit zou eigenlijk mijn verjaardagsvlog moeten worden. En jullie zouden mijn 22 diner zien met vriendinnen. En dat ik een hele leuke verjaardag zou hebben. Ik heb ook wel een hele leuke verjaardag gehad, alleen heel anders dan gepland, voorgesteld. En dat ik dacht dat het zou zijn, want wij hebben eigenlijk alle meiden. We hebben dus corona gehad vorige week. We waren natuurlijk dat weekend daarvoor een weekendje met vriendinnen. Waren we een weekendje naar Zeeland toe. En daar hebben wij met z'n allen corona opgelopen. Dus ja, dat liep ietsjes anders dan verwacht. Dus ik heb deze week eigenlijk ook helemaal niet gevlogd. Omdat ik me echt best wel slechter van voelde. Vooral de dinsdag, woensdag, donderdag voelde ik me wel echt heel erg slecht. Daarna ging het op zich wel weer, maar vooral heel duizelig en echt heel erg moe. Dat hadden we allemaal wel, dat we vooral heel erg moe waren. En best wel duizelig ook of zo. Maar ik ben nu weer beter. Ik mag ook weer uit quarantaine. En ik wilde toch wel voor jullie een video uploaden eigenlijk. En ik heb best wel veel leuke pakketjes gekregen. En ik heb een tas gekregen. En ik heb een paar schoenen gekregen van mijn ouders voor verjaardag. Dus ik dacht, ik ga het toch gewoon aan jullie laten zien in deze video. En ik ben wel weer gewoon aan het weekvloggen normaal. Dus volgende week wordt het wel weer gewoon een weekvlog. Maar dit is eventjes een soort coronavlogje. Let niet op de troep hierachter. Ik heb dus gisteren alles op Vinted gezet. Ja, en nu moet ik dus alles gaan inpakken ook. Maar ik ga beginnen met een pakketje van Burka die ik heb gekregen. Daar heb ik ook weer een kortingscode van voor jullie. Ik heb ook zo meteen een pakketje van Naked. Ik heb dus een verjaardagscadeau van mijn ouders wat ik aan jullie kan laten zien. En ik heb een hele gaaf samenwerking met Farfetch. Echt. Zo, ik zei het ervoor. En dat ga ik ook aan jullie laten zien. Maar ik ga beginnen met Burka. Want ik heb dus van hun weer wat nieuwe items gekregen. En Burka is dus een merk met allemaal telefoonhoesjes en laptophoesjes en zo. En ik heb wel eens vaker met hun samengewerkt. Even kijken. Ik heb hier 4 doosjes. En ik heb hier allereerst een laptophoes. Echt super chill. Want die had ik nog niet. Deze hoes van Burka gekregen. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Die zal ik zo meteen even delen. Maar het is dus een beetje een beige hoes met zwarte sterren erop. Dat vind ik wel echt heel leuk eigenlijk. Maar dit is in ieder geval de laptophoes. Dan heb ik hier een volgend bakje. Oh, dat is voor mijn AirPods. Het is allemaal een beetje in dezelfde stijl. Dat vind ik wel heel erg leuk. Even kijken. Kijk. Even kijken of mijn AirPods hier liggen. Oh, hier. Ik heb nu dit hoesje eromheen. Die is paars. Maar die valt er best wel snel van af. Even kijken hoor hoe die moet. Ik denk zo. Oké, okay, dit vind ik heel erg leuk. Tadaa. Heel leuk. En er zit dus ook nog een ringetje bij. En die kan je dus hier aan vastmaken. Dan kan je hem dus bijvoorbeeld aan je sleutels hangen of zo. Dat je hem dus niet kwijtraakt. Super handig. Want ik raak deze dingen echt zo vaak kwijt. Maar ik kan hem echt weer een week kwijt en dan vind ik het weer. Maar deze. En dan denk ik dat er ook in die stijl een telefoonhoesje bij zit. Even kijken. Ja, kijk. Heel erg leuk. Ik heb dus de iPhone 12 Pro Max. En dat is dus een beetje een vierkantachtig hoesje. Waar is mijn telefoon eigenlijk? Oh, hier. Ik heb er nu ook weer een paars omheen zitten. Ik vind het dus heel erg leuk om dingen met elkaar te matchen. Nou, dat kan dus nu ook met deze spullen van Burka. Heel leuk. Kijk. Dit is het hoesje. En die past dus helemaal perfect bij die AirPods. Echt heel erg leuk. En de hoesjes zijn dus van aan de binnenkant. Zijn ze van velvet. Ik wil even bij een ander hoesje laten zien. Ik heb nog deze. Dit is een beetje met roze marmer. Heel erg leuk. En ze zijn dus zacht aan de binnenkant. Misschien dat ik deze wel aan Dagmar ga geven. Die heeft dezelfde telefoon. En zij houdt hier wel van. En dan heb ik nog 2 hoesjes van Burka. Even kijken welke dat zijn. Dat is met zo'n pied de poel printje noem je dit volgens mij. Met een beetje groen en wit. Heel erg leuk. En dan nog. Oh, deze vind ik ook leuk. Een beetje marmer en dan met gouden sterren erop. Dus dat zijn die. En ik heb dus van Burka ook voor jullie een kortingscode. Met de code FLEUR15 krijg je dus 15% korting. Ik zal alle linkjes en de kortingscode ook nog eventjes in de beschrijving zetten van Burka. Zodat jullie het daar nog goed kunnen vinden. Maar dit was dus in ieder geval Burka. Dan ga ik nu verder met... Waar zou ik mee verder gaan? Ik
ga ik verder met Farfetch. Dat vind ik wel heel gaaf. Ik heb namelijk een samenwerking met Farfetch. Ik ga jullie even neerzetten, want ik kan echt niet meer op mijn voeten zitten. Dat is echt heel erg veel pijn. Ik had namelijk een samenwerking met Farfetch en ik mocht dus iets uitzoeken van de website. En dit is eigenlijk niet voor een samenwerking op YouTube, maar voor op Insta. Maar ik vond het toch wel even leuk om het aan jullie te laten zien. Want ik heb dus een tas uitgekozen. Oh, kijk. Dit is de tas die ik heb uitgekozen op Farfetch. Hij is dus van Jacques Mus. En hij heet volgens mij de Le Bambino Long, volgens mij. Volgens mij is hij ook nog redelijk nieuw, dit model. En ik vond dit kleurtje wel echt heel erg leuk. Een beetje een kobaltblauw kleurtje. Je hebt echt super veel kleuren van deze tas. Maar ik weet niet, ik vond deze toch ook wel echt heel erg leuk. En vooral omdat ik zo meteen een paar laars ga laten zien die ik van mijn ouders heb gekregen. Maar deze is ook heel erg mooi bij past. Dus ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk voor de zomer ook. Dus dat is die. Er past best wel veel in op zich. Kijk. De telefoon past er in ieder geval wel in. Dat past in die andere Jacques Mus. Dat past hier niet in. En deze uit mijn hoofd €715, dacht ik. Maar dit is dus allemaal nog voor op Instagram. Dus dat zien jullie allemaal nog op Instagram voorbij komen. Maar ik vond het wel eventjes leuk om deze ook alsnog aan jullie te laten zien. Want ik ben er echt super, super blij mee. En ik vind dus die afwerking aan de zijkant ook echt heel erg mooi. Kijk. Ik ga hem dus zo. Oh. Dit is dus hoe die vast zit. Ja, ik weet niet. Ik vond hem echt heel erg mooi. Dus dat is deze. Dan ga ik maar gelijk verder met de schoenen die ik van mijn ouders voor mijn verjaardag heb gekregen. Dus mijn verjaardagscadeau. Dan kan ik ze nog eventjes met die tas laten zien. Het licht, het zon, de zon, het zon. Werkt niet helemaal mee vandaag, zie ik alweer. Beetje vervelend. Ik ga jullie even iets beter neerzetten. Excuses hiervoor. Als jullie misschien hierboven kunnen zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er staat hier een paar laarzen van Toral. En die heb ik al een tijdje. Maar ik heb ze nog niet echt gedragen. Omdat het nog niet echt het weer ervoor was. Ik heb ze in oktober of zo gekocht. Maar van datzelfde merk van Toral had je dus ook nog andere kleuren van die laarzen. En die vond ik ook echt super gaaf. En die heb ik nu dus van mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag. En die ga ik nu aan jullie laten zien. Dit is het merkje. Ik kreeg er op Instagram al heel veel vragen over waar ze van zijn. Maar ze zijn dus van Toral. Dit zijn ze. En ik denk echt dat je er, of je vindt ze echt geweldig, net zoals mij, of je vindt ze echt vreselijk. Dat kan natuurlijk allebei. Ik ga ze er even uithalen. Dit zijn de laarzen. Het zijn dus van die cowboy laarzen, maar echt met super veel felle kleurtjes. Deze is dan een beetje blauw met groen. Hier weer metallic blauw, dus hier weer donkerblauw. En ik dacht, dat is een beetje leuk. Dat is een beetje dezelfde kleur als die tas. Super leuk om dus zo te combineren met een wit jurkje of zo. Ik weet niet, ik zag het al helemaal voor me. Dus dat is die met die. Ik heb de laars in de maatje 36, gewoon in mijn eigen maat. En ze zitten perfect, maar dat wist ik al van die laars. Want daar heb ik ook gewoon maat 36 van. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik moet wel zeggen, ik vind de levering van Toral niet heel super. Want er zitten dus ook een paar vlekjes op. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Nou, je ziet het volgens mij niet. Maar er zitten allemaal een beetje zwarte stippen op. En ik weet ook niet of je dat eraf krijgt. Maar ja, in principe als je ze gaat dragen wordt ze ook weer vies. En de punt was al een beetje beschadigd. Ik weet niet of je dat ook weer ziet op camera. Maar vind ik wel ietsjes minder goed. En ik had ook €30 verzendkosten betaald om ze sneller in huis te krijgen. Zodat ik ze op mijn verjaardag nog in huis had. Maar ze kwamen gisteren pas binnen. Dus dat was ook niet gelukt. Dus ook een beetje net niet ofzo. Want er stond expres verzending 24 uur. Dus dat had ik gedaan. Maar ja, het was er niet. Maar oké, goed verhaal. Ik ben er wel echt super blij mee, in ieder geval. En ik krijg van jullie nog steeds echt super vaak de vraag waar ik mijn satijnen kussensloop vandaan haal. En ik heb toevallig weer eventjes een paar nieuwe besteld. Dus ik dacht, die laat ik ook eventjes zien. En ook eventjes een linkje in de beschrijving. Dan weten jullie gelijk eindelijk waar ze naar komen. Ik heb weer eventjes twee nieuwe grijze besteld. Omdat ik dat eigenlijk wel gewoon het mooiste vind bij mijn bed. Je kan ze dus per stuk, maar je kan ze dus ook per twee bestellen. Ik heb ze nu per twee besteld en je hebt ook nog andere kleurtjes. Namelijk deze, een beetje een champagne kleurtje. Ook echt heel erg mooi. En gewoon heel erg simpel wit. Die zijn eigenlijk altijd wel goed natuurlijk. Maar ik ga voor nu eventjes deze
grijze eroverheen doen. Nee, laat zien. Ik zal er even uithalen, dan zie je het ook wel beter. Het zijn de afmeting 60x70 volgens mij. Dat is gewoon de standaard afmeting die iedere kussen normaal gesproken heeft. Kijk, echt een mooie, beetje grijs-zilver kleurtje. En hij is dus ook echt super, super zacht. En ik gebruik het dus altijd voor mijn haar en voor mijn huid. Omdat mijn haar is gewoon best wel afgebroken de afgelopen jaren door het blonderen en het vele stijlen en zo. En een satijnen kussensloop helpt daar gewoon heel erg bij. Dus ik ga hem even om mijn kussen heen doen. Om aan jullie te laten zien. Lekker om mijn kussen heen. En je hebt dus ook zeg maar zo'n flapje dat hij mooi afsluit. Dat als hij zo staat, dat hij gewoon mooi is aan de zijkant. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Ik zal wel een linkje in de beschrijving zetten. En je hebt dus 3 kleurtjes. Je hebt dus een beetje grijs zilver, wit en een beetje crème champagne-achtig. En uit mijn hoofd, ik durf de prijs eigenlijk niet te zeggen, maar volgens mij is het 2 voor... Nou, ik durf niet te zeggen, maar je hebt in ieder geval 2, je kan ze per 2 kopen en per 1. Maar ik zal wel eventjes 2 losse linkjes in de beschrijving zetten voor de mensen die interesse hebben. Maar in ieder geval deze dus. En dit is waar ik ze dus altijd koop. Dus voor alle vragen, linkje staat in de beschrijving. Dan nog als laatste heb ik een bestelling gedaan bij Naked. En ik beloof echt dat ze vanaf hierna niet meer zoveel shoplogs zullen komen. En ik het ook niet meer zo veel in de weekvlogs zullen laten zien. Maar dat viel op zich de laatste tijd wel mee. Maar de laatste tijd echt super veel shoplogs online gekomen. Maar hierna gaat het echt even kappen. Maar ik wilde dit toch nog even aan jullie laten zien. Omdat ik ook nog een kortingscode voor jullie heb. Met de code 20Fleur krijg je 20% korting namelijk. En ik heb allereerst een paar schoenen uitgekozen. Want Madelief, een vriendinnetje van mij, die loopt echt altijd op hakken. Echt letterlijk altijd. En toen was ik een keertje met haar uit. Dat is echt een hele leuke hak uitzet. Waar zijn die van? Ze zei, ja, van Naked. En ze zegt, oh, ik wist helemaal niet dat ze daar ook zo'n leuke schoenen hadden. Dus ik ging kijken en toen zag ik deze. Witte lagen met een punt. Ik heb dus ook al zwarte lagen. Niet van Naked, van iets wel de rand. Maar ik weet niet, ik dacht, ik vind dit wel leuk voor in de zomer. Voor onder een jurkje of voor iets gewoon voor iets leuks. Geen idee, als je iets netter wil of een leuke flarebroek of zo. Maar deze vond ik echt heel erg leuk. Ook met dit geribbelde zo aan de zijkant. Deze heb ik in een maatje 36. En dan heb ik nog een hele zak vol met kleding. Ik heb dus ook best wel veel ondergoed besteld deze keer bij Naked. Want ik zag het en ik vond het er best wel leuk uitzien. Dus daar ga ik eventjes mee beginnen. Allemaal setjes. Even kijken. Als allereerst dit bralletje. Deze groene. Vond ik wel echt heel erg mooi kleurtje. Deze heb ik in een maatje S. En vanaf de achterkant heeft hij gewoon van die dunne verstelbare bandjes. En daarbij heb ik ook een broekje. Dat is deze. Deze ziet er wel groot uit. Maar het is een XS. Maar ik dacht, ik vind het wel mooi als hij een beetje half over je bil loopt aan de achterkant. Maar voor een XS vind ik dit er best wel groot uitzien. Maar oké, die. En datzelfde setje heb ik in het oranje. Dit topje ziet er nog groter uit dan die van net. En dit is ook gewoon een S volgens mij, ja. Maar ook in het oranje heb ik die. Met hetzelfde broekje. Hoe zit dit? Hallo. Zo. Met oranje broekje. En dan heb ik hem ook in het zwart. Deze, want deze bralette had ik dus al in het zwart, maar die was in een XS en die begon wel echt een beetje te klein te worden. Dus vandaar dat ik dus nu een S heb gekocht, maar die ging er wel weer heel groot uit. En ook weer datzelfde broekje. Dus dat zijn die. Dan heb ik een witte linnen broek uitgekozen voor de zomer. Het is nog lang geen zomer, maar ik vind het wel heel erg leuk voor op vakantie op het strand over die bikini heen. En dat is gewoon een hele simpele witte linnen broek met zo'n elastieke band eraan. Deze is volgens mij van de Rianne Meijer collectie. Ja. Hele leuke broek. Deze heb ik in een maatje 34. Dus dat is die. En die heb ik ook, als het goed is. Ja. Die heb ik ook in zwart. En dit is precies dezelfde dus. Maar dan in het zwart ook in een maatje 34. Dan heb ik dus echt een hele leuke soort blouse-jurk. Ik weet niet of die mij ook leuk staat, maar op het model op Naked stond hij echt super leuk. Oh, hij is echt heel lang.
Maar het is dus een beetje, ja, ik vind het dus een beetje zo'n Chinese jurkje. Wat je altijd als je naar een Chinees restaurant ging, van die jurkjes en zo. Doe ik een beetje aan denken. Maar het is dus oranje. Ja, echt super lang. Maar ik weet niet, op het plaatje zag het er heel erg leuk uit. Als je het lekker bruin met en een beetje open hebt. Mooie gouden sieraden. Mij leek het wel heel erg leuk. En als hij niet leuk is als jurkje, kan je hem altijd nog knippen. Zodat je hem als blouseje kan gebruiken. Dus dat is die. Die heb ik in een maat 34 ook. Dan heb ik een witte pantalon. En ik hoop echt dat deze mooi is. Want ik heb dus nog geen witte pantalon eigenlijk. Oeh, deze ziet er wel mooi uit. Ik heb hem in een maatje 34. Ik hoop dat hij niet te groot is, want hij ziet er best wel groot uit. En verder is het gewoon een hele simpele witte pantalon in een maatje 34. En dan als laatste heb ik nog een bijbehorend setje. Bijbehorend setje. Een setje dat bij elkaar past. Zo. En dat is allereerst deze satijnen broek. Oh, ziet er mooi uit. Maat XS. Een beetje een zandkleurtje. Op camera lijkt hij wel heel overbelicht. Maar ja, zo een beetje zandkleurtje. Heel erg mooi. Ik hoop dat hij niet te wijd gaat zijn. En daarop hoort dus een kimono. Volgens mij is dit officieel dus eigenlijk een pyjama setje. Maar ik vond het wel gewoon leuk als normaal setje. Even kijken. Hij is een beetje gekruipen. Dus je ziet het niet heel goed. Maar het is dus een kimono. En hij heeft dus ook nog een strikje waarmee je dus aan de voorkant dan kan vastmaken. En deze heb ik ook in een maatje XS. En die is ook weer in datzelfde kleurtje. Dus dat is alles wat ik van Naked heb gekregen. Ook hiervan zal ik de linkjes in de beschrijving zetten. En de kortingscode met jullie delen. Dit was dan eigenlijk een beetje het coronavlogje. Ja, ik wilde eigenlijk toch wel voor jullie een vlog online hebben. Maar ik heb gewoon geen reet gefilmd deze week. Omdat ik dus corona had en me gewoon niet lekker voelde. Ik ben nu wel weer opnieuw aan het weekvloggen. Dus vanaf volgende week komt er weer gewoon een nieuwe normale weekvlog online. Dus ja, dat eigenlijk. Ik hoop dat jullie toch een beetje een leuke video vonden. Of in ieder geval blij zijn dat er toch een soort video online staat. Ik ga nu deze troep opruimen. Ik ga dingen voor Vinted inpakken. Kerk komt zo meteen. Dus ja, ik ga bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie volgende week in een normale weekvlog zonder corona.